Het waren hier een onstabiel karakter, dus wien er buien. Soms mooi wat wienhozen en soms mooi wetterhozen, maar die bereikt net het wetter of de groen. En als het dan over die onstabiliteit heeft, die komt waanzinnig weer om, maar morgen lijkt het een keurige simmerdag te worden. Allereerst het waar van joen en vannacht. Meer en meer opklarings. En rustig waar. En dat betekent dat de temperatuur zakken naar zo'n halve, 12 graden. Op eilanden direct aan de kust 14 of 15 graden. En verder hebben we kans op mist of dampwaar. Dat geldt vooral op het verste loon. In het waardgebied misschien een buiken. Er is net volle wien. Zwak of matig krijgt hij een ontrij uit het westen mooi. En dan morgen. Ik zou het al een keurige simmerdag. Een simmerdag met flink wat zinnen. Maar ik wil eens even wat bewolking en 22 graden. Dus op een ei een warme dag. De wien matig, leuk voor de scootjes, krijgt 300 en die komt nog altijd in het westelijke richting mooi. En dan zetten we terug naar het waar van Waasje, Tongens en Vreed, steeds maar het vooruitzog. Waasje lijkt het een min waar door te worden, maar vooral in de midden en in de juntietrein let er buien. Temperaturen 18 of 19 graden, een matig en vrij kräftige wien. Op Tongens en Vreed wat meer zinnen, wat minder buien, een matige en vrij krachtige wind en een temperatuur om en bij de 20 graden heen. En ik denk dat het vanaf het weekend weer warmer wordt, maar volop simmerwaar. We moeten morgen maar weer even in het waar zien.